De Opstap, Inge de Bruin in gesprek met inspirerende gasten. Goedenavond allemaal, beste kijkers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Opstap. Vanavond is er een wisseling van de wacht geweest, want vanavond zou Jeroen Boerkamp bij mij zijn op De Opstap, maar door persoonlijke omstandigheden heeft hij af moeten zeggen. En ja, toen zat ik even een beetje met de handen in het haar zo van ja, en nu dan? Maar ik heb zo langzamerhand geleerd dat wanneer ik op zoek ga naar iets, dat ik het niet vind. En dat het gewoon op mijn pad komt. En zo is ook de gast van vanavond echt op mijn pad gekomen. Ik ging naar de pagina van Koekeroe van Giel Beelen. En daar zag ik dat mijn gast ergens een reactie onder had gepost. En dat sprak mij zo aan en toen dacht ik van, ja, deze man moet ik gewoon benaderen. En ik heb hem een bericht gestuurd van, lijkt het jou wat om bij mij op de opstap te komen? Kunnen wij in gesprek gaan om te kijken of wij een inspirerende uitzending kunnen gaan maken? Nou, hij was gelijk enthousiast, hij zei ja. En ja, daarom is hij dus vanavond bij de opstap. En hij vindt het spannend, ik vind het ook altijd spannend en we gaan even samen wat van maken. Hij is, zoals jullie zien, energetisch kunstenaar en holistisch leefstijl- en vitaliteitscoach. En het is Marco Bot en ik ga hem erbij halen. Goedenavond Marco, wat fijn. Hoi. Hoi. Goedenavond. Nou, zoals ik al zei, van, je vindt het best wel spannend. Dat is altijd als je zoiets voor de eerste keer doet. Ja. Zelfs als je het voor de 30ste keer doet, zoals ik. Ik kom altijd vol zelfvertrouwen over op de kijkers. Maar de kijkers weten ook niet dat ik soms een half uur van tevoren op de wc zit. En denk van, oh, help, hoe moet ik deze uitzending nu weer volbrengen. Dus ik heb ook tegen je gezegd van we gaan er samen wat moois van maken. En dat komt ook helemaal goed. Want ik vind jou echt een heel bijzonder, ik wou zeggen man, maar ik zeg liever mens. Je hebt echt een indruk op mij gemaakt. Ook in het telefoongesprek wat wij hebben gehad. Ja. Voorafgaand aan de uitzending. Toen zei ik ook gelijk al, toen ik jouw foto zag, toen had ik zoiets van, dit is een hele bijzondere man. En ik heb daar dan gelijk een gevoel bij en zoals ik zelf heel vaak in uitzendingen heb verteld, dat ik als kind al zoiets had van, ik hoor hier niet, ik ben niet van hier. En dat de uitzending of de film E.T. zoveel indruk op mij heeft gemaakt, E.T. Phone Home, dat ik zoiets had van, ja, ik wil terug naar huis. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik jouw profielfoto zag en in jouw ogen keek van die profielfoto, had ik zoiets, en dat heb ik ook tegen je gezegd, volgens mij ben jij geen aardeling. En daar hoef je verder niet op in te gaan. Maar dat is gelijk het gevoel wat ik bij jou had. En dat, ja, ik vind het gewoon heel bijzonder. Dat hoe het gegaan is. Hoe jij vanavond hier bij de opstap bent gekomen. Nou, ik wil jou allereerst vragen. Wie ben jij? Wat doe jij? Hoe oud ben je? Waar woon je? Heb je kinderen? Gewoon even wat over jezelf vertellen. En dan wil ik heel graag van jou weten wat dat inhoudt, energetisch kunstenaar en holistisch leefstijl- en vitaliteitscoach. En je hebt het ook met mij gehad over sacred, ik moet het goed uitspreken, sacred geometry, oftewel heilige geometrie. Ja. Daar kan jij van alles over vertellen. Dat ga je natuurlijk vanavond ook doen. En ik heb jou ook gevraagd, voordat we live gingen, of jij veel weet van de 12 chakra's en van de 5 soorten lichamen die wij hebben. En toen zei jij, ja, daar weet ik best wel heel veel van. En toen had ik zoiets van, maar ik heb een oproep gedaan op de opstap en op mijn pagina. Is er iemand die daar alles van af weet? Meld je alsjeblieft. Nou, dit moet zo zijn, want daar ga ik met jou een nieuwe uitzending voor plannen om daar alles over te gaan vertellen. En je zal het er ongetwijfeld vanavond ook wel over hebben. Nou, ik ben al veel te lang aan het woord geweest, dus ik geef het woord nu aan jou. Wie is Marco Bot? Ja, oké. Nou, mooi dat we het even stukjes doen, inderdaad. Mijn naam is Marco Bot. Ik ben 38 jaar oud. Ik woon in Ede. Ik woon samen met mijn vriendin. Ik heb een stiefdochter of een pleegdochter van
10 jaar en ik heb een zoontje van 3 jaar. En ja, wat ik al daarnet vertelde, we wonen in een bijzondere samen, een samengroep. Want de vader van mijn stiefdochter, die woont er ook bij ons samen. Dus we zijn gewoon samen één gezin. Heel bijzonder, dat hoor je eigenlijk nooit. Ja. En dat is ook iets waar ik heel veel bewondering voor kan hebben. Dat vind ik heel erg mooi. Echt gewoon in het belang van het kind. Ja, ja en het mooie is dus ook dat mijn zoontje, die dus later gekomen is, dat die nu een papapa heeft. En dat is heel mooi. Dat, er is dus altijd wel iemand beschikbaar. En nou, waar ik al zei, ik woon in Ede en daar wonen we nu ook een paar jaartjes. Even denken, wat zullen we verder nu vertellen? Hoe jouw ontwakingsproces is gegaan, kun jij wat vertellen over jouw leven? Wat deed jij, zeg maar, in vogelvlucht, wat voor gezin kom je uit? Hoe ging het op school? Wat voor type jongen was jij? Wat wilde je worden? Wat ben je gaan doen? En hoe is daarna een beetje in vogelvlucht jouw proces verlopen tot nu toe? Ja, nou, wat ik in het introductietekstje al zei, ik ben altijd wel een dromer geweest. Ik in de klas en zat ik ook altijd voor me uit te staren en zat ik gewoon allemaal dingen te fantaseren. En ik was altijd aan het tekenen en dat, dat heeft de hele schoolperiode altijd gewoon... dat is zo geweest. En daardoor ben ik ook blijven zitten. Want ik was nog veel te speels. En ik had helemaal niet zo'n zin in dat schoolse gedoe. En tot groep 8 is dat allemaal gewoon heel leuk gegaan. En mijn middelbare schooltijd, dat is wat minder geweest. Daar gepest, omdat ik toch... Ja, anders was dan de andere. En dan word je heel makkelijk eruit gepikt natuurlijk. En dat heeft natuurlijk met mij getekend of gevormd eigenlijk. Ja. Het heeft uiteindelijk gebracht waar ik nu ben. Dus ik heb daar vrede mee gesloten. En dat betekent niet dat alles al voorbij is of dat ik helemaal... zuiver, alles gekleurd is. Maar ik ben ook gewoon mens en dat is een constant proces natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb twee jongere broers. Ik was dus de oudste. En mijn vader die is docent. Mijn moeder die was altijd thuis. Dus dat was altijd heel fijn. Ze was er gewoon altijd. En wat dat betreft gewoon een heel fijn, liefdevol gezin waar ik ben opgegroeid. Hadden jouw ouders begrip voor jou anders zijn? En viel dat hun op dat jij anders bent? Ja, dat is eigenlijk heel fijn. Dus ik heb ook een periode gehad dat ik als een auto rondliep. Want ik was op een gegeven moment lekker met mijn creativiteit bezig. Dus ik zat mijn hele gezicht onder te... sminken, want ik vond het gewoon mooi. Ik was daar gewoon mee bezig met die ontwerpen maken. Maar het was ook... ik was in die tijd ook helemaal aan het verdiepen in andere culturen. Dus ik... het oog van Horus, het oog van Ra. Gewoon de hele Egyptische cultuur heeft mij altijd getrokken. Maar ook de Maya's, de Azteken. Al die oude stijlen, al die oude visuele stijlen, vond ik gewoon prachtig. En ook hoe dat hele... universum eruit zag van die oude culturen. En dat was meer rondom het mbo. Ik heb Grafisch Lyceum gedaan in Utrecht. En dat was op zich heel fijn. Het was met allemaal creatieve mensen omgaan. En heel fijn al die... opeens was het allemaal mensen, allemaal medeleerlingen die allemaal in hetzelfde geïnteresseerd waren. Dus opeens, je had een keuze gemaakt, dus ik had een keuze gemaakt voor het Grafisch Lyceum. En dat voelde zoveel fijner dan daarvoor op de MAVO.
En daarna ben ik nog verder gegaan, want ik was nog niet klaar, vond ik, naar het Graafs Lyceum. Dus ik ben naar ik heb eerst even een stukje, of heel, heel kort even, de kunstacademie gedaan. Dat leek me zo gaaf. En ik was bezig met portfolio maken ervoor. En eigenlijk nadat ik er 3 maanden op de kunstacademie had gezeten, ben ik daar eigenlijk afgehaakt. Ik was er nog niet klaar voor. In welk opzicht niet? Als je zegt, ik was er niet klaar voor, waar was je niet klaar voor? Je begint gewoon heel vrij autonoom. Ik was toen nog meer in het structuurdenken. Ik was gewoon heel erg aan het bedenken wat ik neer wilde gaan zetten. Dat ging ik op een doek maken of gingen we schetsen. Het enige wat ik terugkreeg was, wees vrijer. Dit is niet goed. Ik maak een foutje. Op een gegeven moment kreeg je werd er getoetst. Dan kwamen de mensen langslopen. En er werd dus de hele tijd wel gepusht op, wees vrij en zet gewoon neer wat je voelt. Ik had werk gemaakt waar ik gewoon echt aan het vrij zijn was. En ik had werk gemaakt waar ik over na had gedacht. En het werk waar ik over na had gedacht, dat was goed. En het werk waar ik heel vrij mee bezig was, dat vonden ze niet goed. En toen dacht ik op een gegeven moment van, oké, maar dit is nog mijn denkstijl. En ik merkte dat het toch nog niet helemaal lekker liep met die autonome... Ik was daar nog niet. Nee. Toen ben ik overgestapt naar een andere studie. Ben ik Human Technology gaan studeren. Daar hebben we het gisteren natuurlijk al even over gehad. Maar, ja, en toen zei ik gelijk, Human Technology, daar is heel eng. Heel bij voor. Maar dat heb je uitgelegd en dat ga ik natuurlijk ook doen. Want wat houdt dat in? Ja, ik vind de naam Humane Technology vind ik beter. Want het ging over het gebruiksvriendelijk maken van producten, van diensten, van interfaces. En dat vond ik echt een supermooie gedachte. Dus ik ben daar ingestroomd en was echt een geweldige studie, echt alle jaren door. En daarna ben ik gaan werken. Ik ben in de ICT terechtgekomen. Ik ben een interface designer. Ben ik een hele tijd geweest, waarbij ik de interfaces van de grote webapplicaties heb ontworpen. Maar dat deed ik ook dan gebruikersonderzoek. Dus lekker over de vloer met mensen praten en toetsen of de dingen die je maakt ook daadwerkelijk bruikbaar zijn. Dat idee vond ik echt super gaaf en heb ik een tijd lang ook gewoon met plezier gedaan. Maar op een gegeven moment was ik veel meer alleen maar aan het programmeren, was ik in de code bezig. En op een gegeven moment was dat alleen nog maar dat. Dus ik miste gewoon een beetje mijn... Ik wilde creatiever bezig zijn. En ik vond dat ik dat daar niet meer kon. Die periode was ik ook nog gewoon... Ik was wel bezig met Reiki heb ik gedaan en... rondom die periode, maar ik was nog niet echt ontwaakt met wat je nu ontwaakt zou noemen. Ik wist dat er, ik was wel bezig met energetisch werk, voor dat was ik wakker, maar dingen wat er allemaal in de wereld plaatsvond en hoe dat allemaal in elkaar stak, daar wist ik nog niet zoveel van. En even denken hoor, waar waren we gebleven? Ik ben even de draad kwijt. Spring maar gewoon ergens weer in jouw loopbaan, jouw carrière. Daar was ik inderdaad over aan het vertellen. Want hoewel ik in het begin daar met veel plezier heb gewerkt, ik liep dus onbewust steeds meer tegen het ding aan dat ik mijn creativiteit niet kwijt kon. Maar voor mijn gevoel
moest ik gewoon doorgaan, want dit was waar ik voor gestudeerd had. Dit is het verdiende goed, dus het was veilig. Maar was het ook een kwestie, Marco, dat je in die baan gewoon ook heel erg bezig was met je hoofd in plaats van je hart? Ja, zeker. Het was echt allemaal hoofdwerk. Ja. En mijn hart was ik wat dat betreft gewoon helemaal uit het oog verloren. Dus ik deed wat ik moest doen, maar niet wat daadwerkelijk goed voelde. Je was eigenlijk jezelf aan het kwijtraken, als ik dat mag zo maar concluderen. Ja, op een gegeven moment ging mijn relatie uit. En vanaf die periode heb ik me echt helemaal op werk gestort. Want ik had daarbuiten, als ik thuis kwam, was er dus niemand. Ik was ook iedere avond wel aan het afspreken. Ik had overal wel afspraken staan om gewoon bij vrienden langs te gaan. Of dat ze bij mij over de vloer kwamen. Dus ik was eigenlijk altijd bezig. En dat was eigenlijk gewoon... daar kan ik nu op terugkijken dat het wegvluchten was. Ja. En op een gegeven moment merkte ik wel weer van... wie ben ik nu? Dus ik begon weer iets meer voor mezelf te zorgen door te gaan sporten. Maar het was nog, wat dat betreft, redelijk buitenkant. Ik probeerde heel goed, stevig, zeker, vooral naar buiten uit te stralen van... Ik ben oké. En ik was dat echt eventjes, echt even kwijtgeraakt. En toen leerde ik Leonie kennen. En wat dat betreft is er, toen is er echt enorm veel veranderd. Alleen al hoe je dat uitspreekt, hoe je dat zegt, die liefde, die zachtheid in je stem. En toen leerde ik Leonie kennen. Dat vind ik al, dat komt al zo bij mij binnen, dat raakt mij gewoon. Ja, dat was echt... in het begin was het even pittig, want wat ze al heel snel deed, was mij de spiegel voorhouden. En wat ik in de spiegel zag, dat was niet altijd even leuk. En dat was flink confronterend. Wat ben je nou aan het doen? En waar geef je energie nou allemaal aan uit? En dat raakte natuurlijk. In het begin zat ik van, ik heb vrienden. Ik doe mijn werk en ik verdien. En dan gaat er natuurlijk even de weerstand in. Maar toch raakte dat natuurlijk. Want anders zou ik niet zo reageren. En dat bouwde op. En het kwam steeds vaker naar voren. En ook dat ik op een gegeven moment op werk rondliep. En dacht van... wat doe ik hier nou eigenlijk? En ik deed gewoon mijn werk zo goed als dat kon. Maar ik merkte ook steeds meer dat ik... in een eigen kokonnetje begon te raken. Want ik merkte, ik heb minder energie. Dat ging beschermen door in een kleiner bubbeltje te zitten. En dat bubbeltje zorgde ook weer dat ik helemaal eigenlijk geen connectie meer had met werk. En op een gegeven moment was het toch... Toen liep ik echt als een zombie door de gang heen. En ik dacht, ik kan dit niet meer. Ik ben leeg. Toen ben ik naar mijn leidinggevende gegaan. En ik wist van haar ook dat ze een tijdje ervoor een burn-out had gehad. En ik heb het even uitgelegd en ik ben naar huis gegaan. Het was heel fijn. Ik werd gewoon begrepen. Ik ben naar huis gegaan. En er werd ook gewoon... geen verwachtingen neergelegd van we willen dat je dit nog doet en dit nog doet. Ik ben eerst gewoon 2 weken helemaal thuis gebleven en even helemaal voor mezelf. En toen geprobeerd om toch nog wat te doen. En ze zeiden, kom maar online en zeg maar wat je kan doen. En dat ging ik wel proberen zo goed als ik kon. Maar ik merkte steeds meer van, ik kan het gewoon echt even niet. En mijn energie was niet. Hoe lang ben je er toen uit geweest, Marco? Ik heb het even allemaal opgezocht. Het was
rond juli 2017 dat het begon. Dus het is niet lang geleden. Nee. En in begin 2018, toen is mijn zoontje ook net geboren, dus echt mijn hele burn-out en de hele zwangerschap, was ik gewoon echt een leeg, constant traan in mijn ogen. Ik kon niks meer binnenhouden. Het was allemaal gewoon veel. Alles was te veel. Alle prikkels. Dan kwam dus ook nog werk de hele dag. Dat ik toch wel probeerde, want ik voelde een verantwoordelijkheid. Want ik was, krijg je er dan ook nog bij, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Ja, zowel naar mijn gezin toe als naar mijn werk. Ik was samen met een andere designer. En die deed natuurlijk ook zo goed als ik kon alles. Maar het was bij ons lag er best wel veel werk. Dan zeg je toch van, oké, ik zou toch wat moeten doen. En nee, dat was voor mij geen makkelijke periode. Maar ja, Natuurlijk ook niet voor mijn gezin. Want ja, ik kon daar ook niet veel. En ik was ook vaak niet te genieten. Omdat ik was er gewoon even niet. Ik weet wat het is als je een burn-out hebt. Dat is heel heftig. Ja. Ja. Nou, in begin 2018 is mijn zoontje geboren. En rondom die tijd ben ik ook weer, had ik de afspraak om mijn uren weer op te gaan bouwen. Dus dat ik een paar dagen thuis werkte en dan een dag in de week weer naar op locatie ging. En ja, dat deed ik wel, maar in de tussentijd, tijdens mijn burn-out, ben ik ook met een coach aan de slag geweest. En die heeft me ook geprikkeld van, ga eens kijken van wat er nog meer is naast die studie. En mijn vriendin die was... Ga je hart volgen. Ja, ja. Zij noemde het sprankelingen volgen. En dan volgt het vanzelf. En toen ben ik ook begonnen met een... dacht van, wat vind ik nou leuk? En toen dacht ik opeens aan mijn Reiki-cursus. Die ik heel lang geleden toen al deed. Had gedaan. En ergens 2001 heb ik de Reiki 1 ooit gedaan. En toen dacht ik aan, dat vond ik leuk. Dus ik ben rond gaan kijken en kwam toen bij de studie energetisch therapeut. En ben dat toen gaan doen. En iedere morgen ben ik vroeg op gaan staan, echt 6-7 uur. En ben toen aan het studeren gegaan. En dat was echt gewoon, wauw. Ik had gewoon weer iets wat ik gewoon zo leuk vond. En iedere dag aan het studeren en kennis opdoen en toepassen en alles leren over aura's, over chakra's, over verschillende behandelmethoden. Reiki kwam er ook langs en ja, dat was gewoon geweldig. En ik wist nog niet precies wat ik ermee ging doen. Daar ging het ook niet om. Het zette me gewoon weer aan het... Het zette weer sprankelingen uit. Ja, alles ging weer stromen. Je had weer een passie, zeg maar. Ja, ja. En wat ik nog vergeten ben, maar tijdens mijn burn-out, dat ik ook niet te genieten was natuurlijk. Toen heeft mijn vriendin voor mijn verjaardag, achter mij in het geheim, heeft ze familieleden en vrienden benaderd om mijn masterclass van Wim Hof cadeau te doen. Oh, wat gaaf. Dat was echt heel gaaf. Dat was, het is nu hier in de buurt. Dus we zijn wat dat betreft bijna buren. Dat was zo gaaf. En dat heeft ook echt ook mij heel veel inspiratie gegeven. Want daar... En dat was eigenlijk ook een echt ontwakingsmoment. Vanaf dat moment realiseerde ik... We zijn helemaal niet zo zwak als we worden geportretteerd in commercials, in de media, in de farmaceutische industrie. We kunnen er zoveel meer, we zijn zoveel sterker dan we worden verteld. En er zaten
zoveel mensen die ook al langer bezig waren met de Wim Hof methode, met de ademhaling. En wat ze vertelden daar, het was gewoon, ik dacht, wauw, dit is gewoon zo gaaf. En ik heb wel even gekeken om een instructeur te worden, maar dat, daar was ik ook nog niet. Ik vond het gaaf en ik zat ook nog met, ja, maar ik ga straks ook weer uren opbouwen. Dus ik wil gewoon even kijken van hoe dat gaat lopen. En ik begon dus weer uren op te bouwen. En we hadden ook een soort coaching model bij mijn werk toen. En daar zei ik van, okay, ik word niet meer gelukkig van mijn werk. En niet gelukkige Marco is ook niet gelukkig werk wat ik doe. Dus ik zou graag willen onderzoeken van wat ik misschien nog binnen het bedrijf zou kunnen doen. En dat was gewoon helemaal prima. Dus ik heb toen eigenlijk een vitaliteitsplan geschreven. Waarin ik onder andere de Wim Hof methode, yoga, tai chi. Wat ik ook al toen een hele tijd deed. Om dat allemaal te gaan doseren bij mijn werkgever. En dat vonden ze super interessant. En toen ik uiteindelijk vertelde van, ja, ik zou dit eigenlijk fulltime willen doen, toen was het van, dat willen we liever niet. Ik was wel echt voornemens om gewoon niet meer met de taken, met de verantwoordelijkheden die ik toen had als ontwerper, om daarmee verder te gaan. Dus toen hebben we afscheid van elkaar genomen. En dat was eind 2018. En toen? Ik dacht van, ja, dat vitaliteitsplan, dat gaf mij echt mega veel energie. Ik wil met gezondheid bezig zijn. En ik was toen nog echt van, okay, wat nu? En toen kwam Leonie tegen de webinar van de Mark Academy aan. Dus die ben ik gaan kijken. Dat was 2 uur lang uitleg. En het was opeens... Uitleg waarover, Marco? Want ik denk dat mensen niet weten waar je het nu over hebt. Nee. Het was dus een opleiding tot leefstijl- en vitaliteitscoach. En daarin vertelden ze gewoon hoe de mens gewoon één grote balans in balans moet zijn. En dat is niet alleen gezond fysiek zijn, maar het is één grote balans tussen jouw emotionele jij, jouw mentale jij, jouw fysieke jij en jouw energetische jij, jouw spirituele jij. En dat moet allemaal balans in balans zijn. En als dat niet zo is, dan ontstaat er een overcompensatie, waardoor er ziekte kan ontstaan, of waardoor je gestrest voelt. Toen ik dat allemaal hoorde, dacht ik, ja, dit klopt. Dit is gewoon precies waarmee ik doe. Ja. Ja, en ik heb mijn werkgever, toen werkte ik daar nog, heb ik gesproken. En ik zat eerst nog te kijken van, zou ik misschien dan toch mijn designwerk kunnen doen en dan ondertussen die studie volgen. En dat zat er dus niet in. Maar toen hebben we van elkaar afscheid genomen en kon ik wel die studie gaan doen. En ja, dat was gewoon awesome. Het was 3 dagen in de maand. Dan ging je daar naar locatie, 2 tot 3 dagen. En alles absorbeerde. Eigenlijk net als toen ik met die studie voor energetisch therapeut bezig was. Het stroomde gewoon naar binnen en het klikte allemaal. Dus allemaal puzzelstukjes die bij elkaar kwamen en het puzzeltje vormde zo. En eigenlijk ook kwam daar weer zo'n ontwakingsmoment bij met we leren eigenlijk de hele verkeerde dingen over voeding, over gezondheid überhaupt. Dus we zijn niet alleen maar de symptomen die we hebben. Dus als je last hebt van ontstekingen, over wat dan ook. Het is puur een symptoom, maar de oorzaak wordt vaak niet
aangepakt, of wordt vaak niet eens aan gedacht, of dat er een relatie kan zijn tussen mentaal, emotioneel, fysiek. Dat er, als er iets emotioneel niet klopt, dat je dat een fysiek symptoom uiteindelijk kan hebben. En die holistische aanpak, want het is een holistische leefstijl, of vitaliteitscoaching, dat klopte. En dat was gewoon helemaal prachtig. En die gedachtegang past natuurlijk niet in het verdienmodel van de reguliere geneeswijze. Ik bedoel, als je de oorzaak aan gaat pakken, ja, dan genees jij, dan word je beter, dan hoef jij je niet meer vol te pompen met medicatie. Dus in mijn optiek, kijk, de reguliere geneeswijze kan heel veel goed doen. Als jouw been gebroken is en je moet geopereerd worden, dan ben ik blij dat ze er zijn. Maar de rest zie ik het echt grotendeels als symptoombestrijding. Er wordt eigenlijk amper naar een oorzaak gekeken. Als jij bij een arts komt, een reguliere arts, nou, misschien dat een arts een keer tegen jou zegt van, u heeft enigszins overgewicht, u moet wat op uw voeding gaan letten, maar voor de rest wordt er helemaal nergens over gesproken. Nee, of je moet op je voeding letten, is ook nog een heel breed begrip. Oh, breed? Kruipen mensen in, dan gaan ze in plaats van een zak gewone chips, gaan ze light chips eten, zoiets. Ja. En ik heb het nou met mijn schoonvader, die heeft kanker. En die kreeg, er wordt niet echt op voedingsadvies gelet. En, maar of wordt gezegd, er wordt ook niet gezegd van pas op met suikers. Want kankercellen absorberen glucose echt zoveel meer dan gewone cellen. Dat is ook hoe ze die scans doen. Dan ga je eerst van die scanvloeistof drinken. Dat is gewoon puur glucose. Ja. En dan zie je al die cellen oplichten. Die vinden dat helemaal mooi. Dat is de voedingsbodem voor kanker. Ja. Ja. Dus, mag ik jou even onderbreken? Want anders dan vergeet ik die vraag. Want die werd in het begin al gesteld. Ik breng hem even in beeld. In welk opzicht vonden de kinderen jou al anders? Ja, ik was sowieso niet geïnteresseerd in dezelfde dingen. Dus voetbal, auto's en zo. Daar kon ik niet echt in meekomen. Maar ook, je wordt ook gepakt op hoe je praat. Ik praat anders. Maar ik was ook zachter. En later kreeg ik van een coach toen op het HBO te horen van, bij jou is jouw feminien is gewoon veel hoger dan je masculine jij. Dus dat is gewoon heel zacht. En dan word je ook al makkelijk gepakt. Maar ook let ik vaak niet op in de lessen, want ik was gewoon aan het dromen of ik was aan het tekenen. En dan word je weer, dat spreekt de leraar je aan. Of ik heb ook een keer gewoon wel eens een random antwoord gewoon in de klas geroepen. En dan is de hele klas aan het uitlachen, maar of aan het lachen. Mm-hmm. Als je gepest wordt en je bent toch een beetje een buitenbeentje, dan wordt dat heel snel heel persoonlijk. Dus het lachen voelt aan als uitlachen. Ja. En dat heeft me best wel een eenzame tijd is dat geweest op de MAVO. En ik weet niet of er nog meer vragen erover zijn. Nou, een opmerking meer. Judith zegt, dat gevoel had ik al. Hij heeft wat met Egypte. En dat ziet ze ook aan jouw gezicht. Want dat wou ik je ook nog vragen. Wat ik gelijk bij jou zei, jouw ogen. En dat is ook in de comments voorbij gekomen. Dat mensen die echt wat hebben met jouw ogen. Hoor je dat vaker? Ja, dat hoor ik wel eens vaker. Hoor je dat de hele godganse dag door dat je zoiets hebt van, oh mijn god Inge, waarom begin je daar nou in vredesnaam over? Oh nee hoor, helemaal niet. Maar inderdaad, groene ogen zijn natuurlijk ietsje, of dat valt heel veel meer op. Ja, maar het is ook de vorm van je ogen en het is ook dat jouw ogen sprankelen.
Ja, je hebt gewoon ook een hele mooie uitstraling. Dat is pas wel echt weer gekomen nadat ik weer de energie had. Of gewoon dat de passie terug was. Want ik heb... Dat is waarschijnlijk niet tijdens jouw burn-out periode geweest. Toen sprankelde er helemaal niks. Nee, inderdaad. Sonja zegt zo duidelijk dat veel mensen die nu ontwaakt zijn, chronisch ziek zijn, een chronische aandoening hebben en één of meerdere burn-outs hebben gehad. Ja, dat is ook wat ik overal zie. Dat merk ik ook bij de kijkers, de luisteraars. Als ik naar mezelf kijk, in mijn titel met een sterretje. Kan je daar een reactie op geven, Marco? Ja, dat is natuurlijk zo. Trauma. Een iets traumatisch meemaken of een traumatische omslag. Eigenlijk je spiegel zien is ook al wat dat betreft traumatisch. Dat geeft de neiging om je om te willen veranderen van wat er niet goed was. En daarmee creëer je dus eigenlijk al automatisch een ontwakingsmoment. Dus eigenlijk zie je dat ook bij traumatische. Een traumatische jeugd bijvoorbeeld, dat die al veel sneller wakkerder zijn dan de omgeving. En dat kan ook weer zo zijn gevolgen hebben, dat mensen het gaan verdoven, omdat de hele wereld is anders dan jij. En dat is ook weer een traumatisch iets, om dat mee te maken. En chronisch ziek zijn, over het algemeen komt dat voort uit iets heel ergs wat al heel lang speelt in je systeem. Ik heb er nog niet over verteld, maar ik heb ook een shamanistische opleiding ben ik gestart. Ook in 2019 toen ik net vlak voordat ik startte met mijn leefstijlcoaching. En die vertelde heel mooi hoe dat werkt. Emoties moeten gewoon door je lichaam heen vloeien, de liquid emotions. En als ze dat niet doen, dan ga je ze eigenlijk vasthouden of iets wat je niet kan verkroppen, iets wat je niet uit, dat blijft in je lichaam zitten. En dat kan ergens vast gaan zitten. En op die plek, daar ontstaat het zogenaamde hujja. Zo noemen de shamanen dat. Dat is een toxische energie die vast blijft zitten. En die moet er eigenlijk uit. Die wil je purgen, die wil je eruit gooien. Zodat de ziekte weer vrijgegeven kan worden. De energie kan eruit, de lading is eraf. En je wordt weer beter. En je ziet dat met bijvoorbeeld als je een trauma hebt opgelopen. Of meegemaakt, iets traumatisch hebt meegemaakt, dat ergens in je lichaam zit. Ja. En als je het iemand vraagt van, waar zit jou? Als je nu denkt aan jouw pijn, welke emoties zitten daar aan verbonden? Welke gebeurtenis zit daar aan? Dan is de pijn die daarbij hoort, heeft meestal wel een bepaalde locatie in het lichaam. En bij de shamanen kan je dan bijvoorbeeld een illumination sessie doen. En daar ga je eigenlijk, dat is een ademhalingstechniek, eigenlijk emoties loslaten door adem te halen. En duik je echt helemaal in die locatie, op die plek. En ga je omarmen wat er komt. Je omarmt het met liefde, want het heeft jou vaak beschermd voor iets. Jouw lichaam is aan het beschermen geweest. Jouw lichaam heeft super zijn best gedaan. Maar nu kan hij het niet meer. En nou heeft jouw lichaam jou nodig om dat weer los te laten. En dat besef, dat is zo wonderlijk. Dan zit je te kijken naar... Je gaat opeens heel anders naar ziekte kijken. Want ziekte en chronisch ziek zijn, zijn allemaal... tekenen van jouw lichaam die wat probeert te vertellen. En jouw lichaam is altijd met de rest in gesprek. Het zijn die verschillende lichamen waar je net al over vroeg, die met elkaar in gesprek zijn. Dat moet is een balans. En wij zijn helemaal kwijtgeraakt, verleerd, om de signalen überhaupt van ons lichaam op te pikken.
Dus er wordt altijd gezegd, luister naar je lichaam. Maar als jij niet weet waar je naar moet luisteren, als jij niet weet hoe jouw lichaam spreekt, als het ware, dus waar je op moet letten, ja, waar moet je dan naar luisteren? Hè? Dat gaat helemaal van de natuur verwijderd geraakt en daardoor dus ook van onszelf. Ja, ja, helemaal mee eens. Je lichaam probeert eerst gewoon. Ik heb die uitspraak al een keer lang geleden gezien. En ik probeer hem even terug te halen. Het is luister naar je lichaam als het wanneer het fluistert. Want als je niet luistert, gaat het schreeuwen. En schreeuwen doet het dus door ziekte. En ik vond dat is echt, denk ik, de basis van het als je dat weet, dan ga je ook anders naar je lichaam en naar ziekte kijken. Dat je denkt van, oké, wat probeert mijn lichaam nu te vertellen? Waar moet ik nou zijn? Je hebt dus ook heel veel uitspraken in de Nederlandse taal met gebukt gaan. Of onder je schouders gebukt gaan. Of ja, iets niet kunnen verkroppen. Er zit gewoon een waarheid in. Ja, die zware rugzak op je rug, alles meezeulen. Ja, 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 dat. En dat zijn ook daadwerkelijk de locaties. Die zijn ook echt aan elkaar gelinkt. Maar wat je al zei, we zijn vergeten. We hebben niet geleerd hoe we naar die signalen moeten luisteren. En ja, wat moet je dan überhaupt doen? En ja, daar kan natuurlijk het hele educatiesysteem op inspringen. Maar ja, op dit moment is dat natuurlijk vooral gericht op eigenlijk de massale voedingsindustrie, de massale medische, farmaceutische industrie. En wat je al zei hoor, iedereen, of de meeste mensen die hier werken, die werken echt vanuit hun hart. Die willen graag zorgen voor mensen en daar ben ik ook gewoon helemaal voor. En acute zorg, geweldig dat iedereen er is. Maar we hebben nog echt wel heel veel te leren over wat we allemaal zelf kunnen. Wat ik ook heel mooi vind, is wat jij aankaart over ademhaling. Hoe belangrijk ademhaling is. Dat is iets waar, dat doe je de hele dag door zonder erbij na te denken. Ja. Gelukkig maar, want anders zouden heel veel mensen blauw aanlopen. Maar het is juist zo belangrijk dat je er wel bij stilstaat hoe je ademhaalt, toch? Ja. Want hoeveel mensen ademen er niet heel oppervlakkig, echt hier bovenin en ook vaak veel te snel. Ik let soms, voorbeeld als ik in de rij bij de kassa sta, dan sta ik wat om me heen te kijken en dan let ik heel vaak op hoe mensen ademhalen. En het is verbazingwekkend hoeveel mensen er heel snel oppervlakkig ademhalen. Terwijl het zo belangrijk is om echt bewust adem te halen. En ook diep adem te halen. En dan bedoel ik niet heel diep inademen, maar echt naar onderen toe te ademen. En daar mensen helemaal niet bij stil hoe belangrijk dat is. Wat dat allemaal inhoudt. Want wat ik ook altijd heb begrepen is als je bijvoorbeeld pijn hebt, als je een ziekte hebt, om daar naartoe te ademen. Maar dat is ook wat wij in ons voorgesprek, waar we het over hebben gehad. Dingen worden altijd zo mooi verteld. Hè? Zo van, keer naar binnen. Werk aan je innerlijke kind. Kindtrauma's oplossen. Let op je ademhaling. Maar hoe dan? Hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Belangrijk is om ook te weten, waarom moet je nou diep ademhalen? Waarom moet je bewust ademhalen? Wat doet dat dan? Nou, en als we dan kijken naar puur hoe het fysiek werkt, kan het heel simpel uitgelegd worden. Je hartslag volgt je ademhaling. Hoe sneller jij ademhaalt, dus hoe oppervlakkiger eigenlijk jij ademhaalt, hoe sneller jouw hart klopt. En aan je hartslag zitten weer heel veel systemen gekoppeld. Ik zeg dus even puur op fysiek niveau. Je lichaam detecteert een snelle hartslag. En die brengt dat in verband met adrenaline, met spanning. Hoe hoger jij ademhaalt, hoe sneller je ademhaalt, hoe gestresster je eigenlijk al bent. En dat veroorzaakt ook een hogere verzuring van je lichaam. Je haalt meer
zuurstof naar binnen. Je lichaam wordt zuurstof of zuurder. En een zuur lichaam is weer een voedingsbodem, een paradijs voor ontstekingen. Ja. Dus eigenlijk alleen dat principe heeft mij al heel erg geholpen van oké, ga meer dieper ademhalen. Dus laat je buik maar lekker mee bewegen. We zijn sowieso al voorzichtig natuurlijk met onze buik laten bewegen en tonen, maar ga lekker. Ja, met heel veel vrouwen die gewoon als we over straat lopen echt helemaal krampachtig hun buik in staan te houden. Dan denk ik van nou laat dat maar los, want adem er maar naartoe. Want dat is ook een aspect wat ik heb begrepen, is dat door diep adem te halen naar de diepte, dat je daar ook door die ademhaling je organen als het ware mee masseert. Waardoor het natuurlijk ook beter doorbloed wordt. Ja. En wanneer jij, wat je net ook zei, hè, adrenaline aan gaat maken, omdat jouw lichaam zoiets heeft van snelle, oppervlakkige ademhaling. Er is gevaar of stress, waardoor je dus ook meer stresshormonen aan gaat maken. Dus eigenlijk alleen al door je ademhaling in een voortdurende stressstaat bent. Begrijp ik dat goed? Ja, ja, helemaal. En er zit echt een enorm verschil als je in het aantal ademhalingen op een dag, als jij gewoon diepe ademhaling hebt ten opzichte van een hoge ademhaling. Uit mijn hoofd gezegd was het iets van 10.000 keer ten opzichte van 20 tot 30.000 keer op een dag ademhalen. En er zat echt een enorm verschil in. Dus dat alleen dat al is, is het goed om bewuster adem te halen. Heb je zo even een hele makkelijke, simpele tip voor iedereen die kijkt? Een oefening om gewoon goed diep adem te gaan halen. Gewoon heel simpel. Wat iedereen gewoon in de praktijk kan toepassen. Hoe kun jij je bewuster worden van jouw ademhaling? Even denken hoor. Nou, ik doe bijvoorbeeld 's ochtends doe ik die Wim Hof ademhaling routine. En dat is niet iets wat je de hele dag door kan doen. Of tenminste, het is heel erg intensief. Maar het zorgt gelijk voor een rust voor de rest van de dag. Dus, en dat betekent niet dat we allemaal in een bad met ijsklonten moeten gaan zitten. Nee. Dat hoeft niet. Dat heeft andere gunstige effecten voor je lichaam. Voor maar alleen de ademhaling zorgt al voor rust. Het is een stressbreker eigenlijk. En wat je doet is 30 keer heel diep inademen en ontspannen uitademen. En dat doe je achter elkaar door. Dat zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in je lichaam helemaal opbouwt. Want je bent continu aan het in- en uitademen. Je doet het dus achter elkaar door. Geen pauzes ertussen. En daarna, aan het einde van die 30 keer, blaas je nog één keer helemaal uit. En zonder adem te halen en dus met lege longen, ga je zo lang je kan. En je zal verbaasd zijn hoe lang je dat volhoudt. Ga je adem inhouden. En dat zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte, dat eerst tot 100% of vrijwel 100% was gestegen, dat die weer dat die echt tot onder de veilige waardes van het ziekenhuis. Maar nog, jouw lichaam kan dit gewoon. Het is gewoon veilig. En dus tot onder dat niveau zakt. Toen ze Wim Hof aan die metertjes hadden gezet, dachten ze, ja, volgens de statistieken, volgens onze meetresultaten, moet hij nu dood zijn. Ja. Dus niet. En, dan hoef je het niet 30 keer te doen, maar zou jij een paar keer die ademhaling kunnen voordoen? Ja. Hoe je dat dan doet? Want adem je in door je neus, door je mond uit? Hoe moet ik dat zien? Je kan het doen door je neus. Het maakt in principe niet uit. Het gaat, je hebt natuurlijk heel veel andere ademhalingstechnieken met Shiva Breath en dergelijke. Waarin waar je heel bewust bezig bent met door je neus inademen, door je mond uitademen. Maar bij deze methode maakt dat niet uit. Het gaat puur om het effect van je moet heel diep inademen. Dus je gaat echt helemaal naar je buik toe ademen. En, dus dat is diep in. En ontspannen uit. En dat
herhaal je dus 30 keer. En bij die 30ste is het dus nog een keer diep in. En helemaal uit. En dit keer blaas je dus wel actief helemaal je long leeg. En dan hou je dat in, zolang je kan. En nou, wat ik al zei, dat is echt, opeens kan je gerust een minuut, anderhalf minuut, sommige vijf minuten een adem inhouden op lege longen. Lijkt mij toch iets wat je, om dat zo lang te kunnen, dat toch iets is wat je ook een beetje moet gaan trainen. Het is niet de kwestie van iedereen die nu na de uitzending die oefening gaat doen, die houdt gelijk vijf minuten zijn adem in. Nee, zou ik ook niet doen. En het is ook vooral, volg je lichaam hierin. Het is spannend, want als je je zuurstofgehalte zo enorm stijgt, kan je iets duizeliger worden. Ja, wou ik net zeggen, want het is een soort gevoel alsof je een beetje gaat hyperventileren, volgens mij. Ja, maar het is waar we geleerd worden dat dit slecht voor je is, is dat het helemaal niet. Precies, dat is weer wat we geleerd hebben, ja. Jouw lichaam heeft daar volledig de controle over. En dit is dus een onderdeel van, je bent veel sterker dan we geleerd worden. En dan heb je dus een hele tijd die adem ingehouden, zonder dat je dus zuurstof in hebt. En dan adem je zoveel mogelijk zuurstof in. En dan span je de spieren aan vanaf je schouders tot je billen. Tot en met je billen, dus je stuitje en dus ook je buikspieren. En dan stuur je de zuurstof die je hebt, weer hebt ingeademd naar een plek waar je of pijn hebt, of je doet het naar het midden van je hoofd, naar je pijnappelklier. Of wanneer je bijvoorbeeld ziek bent, dat je naar je thymus toe ademt, want dat is de basis van ons immuunsysteem. En alles wat je aandacht heeft, groeit. Dus er zijn verschillende redenen of oorzaken waarom bij zoveel mensen de pijnappelklier niet meer, of dat die helemaal gecalcificeerd is. Ja. Maar er is aangetoond dat je hiermee kan je hem weer activeren en zelfs weer groter of doen groeien. En hetzelfde voor de thymus. Bij kinderen is die nog echt heel groot. Het is het lerend vermogen van het immuunsysteem. En bij kinderen die moeten nog helemaal blootgesteld worden aan allemaal virussen en andere externe invloeden. Maar op een gegeven moment krimpt jouw thymus, omdat je systeem niet meer zoveel te leren heeft. En met inentingen en dergelijke wordt dat ook allemaal, is dat allemaal niet meer nodig. Dus het krimpt en het calcificeert. En op deze manier kun je hem dus ook weer activeren door die doorbloeding erheen te sturen. Wat je ook kan doen is ook nog erop tikken, dus tappen. Om je thymus weer te activeren. En even kijken, dan hebben we dus die adem we hebben dus adem gehaald. We hebben dan die zuurstof bijvoorbeeld naar je pijnappelklier gestuurd. En dat hou je 15 seconden, hou je dat even vast. En dan laat je weer los. En dan kan je dit een paar keer herhalen. En gewoon iedere keer kijken hoe ver jij voor jezelf komt. Wat voor jou fijn voelt. Want je kan heel diep gaan. En ik zag het net eventjes in de comments langskomen van lekker stoned door ademhalen. Ja, stoned door drugs. Ja, dat gevoel kan je echt meekrijgen. Maar het is dus een stressbeker. Ja, helemaal waar. Maar je wisselt echt om en om. Je gaat eerst heel je hele zenuwstelsel, autonome zenuwstelsel, ga je eerst heel erg activeren. Dus je veroorzaakt eigenlijk een stressreactie. En daarna activeer je. Sorry, ik ben de namen nu eventjes kwijt, maar die. Je activeert je andere zenuwstelsel, je rustzenuwstelsel. En die activeert als je adem inhoudt. Want je gaat helemaal ontspannen als je zonder lucht zit. Hoe,
hoe meer je kan ontspannen, hoe langer je het volhoudt. Want een actief lichaam verbruikt natuurlijk zuurstof. Ja. En dat doe je dus de hele tijd om en om. En doordat je die systemen om en om activeert, creëer je een soort van een rem. En daardoor kan je lichaam weer in die ontstress, in de ontspanning zakken. En dus als je, en eigenlijk is stress de grote veroorzaker van heel veel ziektes die je tegenkomt. En dit is dus een hele mooie methode om dat te doorbreken. Ja, dat vind ik heel mooi wat je vertelt. Weg is die weer. José zegt, als ik op mijn ademhaling ga letten, word ik duizelig. Ja, waarschijnlijk ga je dan ook automatisch anders ademen. Je gaat misschien net wat dieper ademhalen. En dat is ook een kwestie van gewennen, dat van hoe diep is nou diep ademhalen. Want wat je net al deed, van, dat is dus te diep. Het gaat er eigenlijk om dat je, in plaats van dat je alleen je borstkas uitzet met ademhalen, dat je ook, wat je kan doen is gewoon je handen, leg je handen op je buik. Als je je handen voelt bewegen, dan weet je van, oké, nu ben ik een buikademhaling aan het doen. Ja. Dus dat is dan eigenlijk een hele praktische tip, dat je gewoon overdag waar dan ook kan doen. Leg gewoon even je handen op je buik. Voel je dat je buik beweegt, dan doe je een buikademhaling. Ja, precies. Gerry vraagt het volgende. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Buteco, adempauze, wat voegt die nog toe? Ja, ik ken de term. Ik weet, Buteco is ook gewoon een hele mooie ademhalings... een breathwork systeem om met gezondheid bezig te zijn. En wat ik weet is dat het gewoon elkaar heel mooi aanvult. Dus ik heb ergens, geloof ik, nog een tekst liggen waar ik de twee systemen naast elkaar aan het leggen was. Maar het vult elkaar heel mooi aan. Ik heb trouwens ook op mijn Facebook, op mijn eigenzinnig pagina, heb ik tussen de video's, ik heb in het begin van de lockdown, heb ik dagelijks een workshop gegeven in deze ademhaling, waarin ik ook helemaal vertel over wat het dus doet voor je lichaam. En waarin ik ook dus, waar ik ook de hele methode met mega ademen. En waar je tellertjes, geen tellertjes zie je in beeld, maar we doen het wel samen. Ja. En die zijn daar te vinden, die video's? Ja, die kun je gewoon in de video's terugzien. Die staan er gewoon nog. Dus gewoon jouw eigen persoonlijke profiel, daar staan ze op? Mijn eigenzinnig pagina. Eigenzinnig is mijn praktijk naast Sacred Science. Aha, en hoe schrijf ik dat? Want dat ga ik dan natuurlijk eventjes in beeld brengen voor je. Eigenzinnig, dus eigenzinnig, maar dan met een E. Zinnig. Wacht even hoor. Dus dat is www.eigenzinnig? Ik heb een eigenzinnig pagina, dus eigenzinnig.nl. Maar ik zet ook een Facebook pagina voor mijn praktijk. En die pagina heet gewoon eigenzinnig. Je kan hem vinden op apenstaartje eigenzinnig. Dus dit is jouw website? Ja. En de andere is gewoon eigenzinnig, gewoon op Facebook. Ja, volgens mij kun je het op facebook.com/eigenzinnig en dan kom je er al. Oké, kijk. Dan weten mensen dat wel te vinden. Ja. Ik wil toch nou eventjes een switch maken naar het artistieke van jou. Want je hebt mij ook verteld, en dat heb je me voor de uitzending ook laten zien. Je hebt ook een boek gemaakt. Wat is nou dat artistieke, en waar ik ook wel heel erg benieuwd naar ben, voordat we daar niet meer aan toe komen, is, er staat Marco Astaran. Zeg ik dat goed? Astaran? Ja. Astaran? Ja. Astaran, dat is mijn spirituele naam. Die heb ik leren kennen. We zijn allemaal multidimensioneel. Dus jij bent niet alleen nu hier zo in deze
3D slash 4D slash 5D wereld. Je bent alle dimensies, op alle dimensies tegelijk aanwezig. Je hebt allemaal zielsaspecten. En de naam die bij mijn zielsaspecten hoort, of die ik heb doorgekregen voor nu, is Astaran. Dus ik ben die naam ook gaan adopteren. En die gebruik ik in ieder geval bij mijn werk van een Sacred Science. En, heeft dat een betekenis, Marco, Astaran? Nou, voor mij was het gewoon een naam die klopte, maar Aloya is een goede vriendin, die heeft de naam ook ontleed en dat heeft ook te maken met een ster. Ik weet even niet meer de precieze woorden die ze daarvoor had gebruikt, maar het is... Een specifieke ster waar de naam naartoe verwijst. En dat is ook een ster in het sterrenstelsel van de Antari. En met de Antari is dit een starseed, een interdimensionaal ras die ik heb leren associëren met de Sacred Science. Het is niet dat ik ze bewust oproep om te channelen, om al die tekens te maken. Maar het is, het heeft wel mij heel veel inspiratie en kennis gebracht. En nou zijn we eigenlijk al heel ver voor mijn gevoel in het verhaal. Want ik was dus bezig met het vitaliteitscoachingsverhaal. En toen kwam dus de lockdown en zaten we allemaal thuis en ik was bezig. Dus ik had echt net op 02-02-2020 heb ik mijn praktijk eigenzinnig had ik geopend. En ik heb een maandje heb ik een coachie gehad. En toen kon ik de deuren alweer sluiten. Ja, niet te geloven. En toen ben ik dus die workshops gaan geven, want dat voelde gewoon goed. We werden gedwongen binnen te blijven. En dat is nou niet goed. En er was allemaal angstpropaganda. En dat is allemaal stress. En dat is allemaal negatieve invloed op ons immuunsysteem. Dus toen ben ik dus die workshops gaan geven. En toen zaten we dus ook wat wil ik nu? Ik was wel begonnen met mijn praktijk. En ik was toen bezig met van die marketinggoeroes aan het volgen van ik moet een onweerstaanbaar aanbod, ik moet een boek gaan schrijven. Dus ik deed het allemaal samen met mijn vriendin. We waren bezig met vasten, met keto diëten. We waren allerlei diëten aan het uitzoeken, maar ook aan het doen. We waren onderzoek aan het doen om een online product neer te kunnen zetten. Maar toch, het was er nog niet helemaal, het klopte nog niet. En ook al gaf het heel veel energie, het klopte nog niet. Het spirituele plaatje, dat waren we wel in het programma aan het verwerken, maar dat was het nog niet helemaal. En toen in augustus, net de dag voor de Leeuwenpoort, ben ik wakker geworden in de nacht. En ik had het gevoel dat ik dood ging. Ik voelde mijn hartslag. Het was super traag. Ik hoorde het gewoon in mijn hele lichaam. Dat mijn hartslag bijna stopte. Of misschien zelfs gestopt is. Ik voelde mijn vriendin zei later van... Ik legde mijn hand op haar. En ze was van... wat is er aan de hand? Gaat het allemaal goed? Ik ga de ambulance bellen of het ziekenhuis bellen. Maar ik kon nog net uitbrengen van het is oké. Had je zelf geen angst op dat moment? We waren in die periode ook heel veel bezig met informatie rondom spiritualiteit en het hele geheel, de hele plandemic.
Maar ook het spirituele aspect ervan. En de ET's en hoe dat allemaal zat. Ik vond het zeker eng. Ja, het was doodeng. Ik zat op een gegeven moment overeind en ik voelde me helemaal inzakken. Maar op een gegeven moment zag ik opeens een heel universum om mij heen. Een heel ander universum om mij heen met allemaal patronen, met fractals. Ik zal het zo wel uitleggen. En andere heilige geometrische vormen allemaal om mij heen. Ik dacht, wow, waar ben ik? Ik hoorde een stem van, het is oké, je mag loslaten, het is veilig. Ik hoorde ondertussen nog mijn vriendin, die zat gewoon recht tegenover me. Ik kon iedere keer nog net maar uitbrengen van, het is oké. En zij zat ook van, we hadden wel gelezen over ontwakingen. En over controle durven loslaten. En op een gegeven moment zat ik ook van, ik weet niet precies wat het is, maar ik vertrouw je erop. Dus als je zegt van het is oké, dan geloof ik dat wel. En toen kon ik nog net naar mijn zoontje. We slapen gewoon met z'n allen bij elkaar. Dus mijn zoontje die toen net 2 was, die lag gewoon te slapen. En ik kon nog net daar naartoe wijzen en zei, ja maar dit. En toen zei ik, nou, weet je, ik had echt het gevoel van dat ik ergens anders zou zijn. Dat ik, als ik los zou laten, de controle los zou laten, dat ik echt zou sterven. Dus het was echt nog een stukje wat vast wilde houden. Maar het was zo fijn dat zij tegenover me zat. En toen durfde ik los te laten. En ik ben, ik kreeg zoveel beelden te zien, ik kreeg verhalen. Ik zeg het als beelden, maar de informatie is gewoon niet te omschrijven. Hoe dat allemaal tot mij is gekomen. En ik kreeg een verhaal over de architecten. En de architecten, hoe dat werkt met hoe de blueprints maken van alle entiteiten in die lagere dimensies op een gegeven moment. De hoogste dimensie is natuurlijk het alles. Dat is Source, dat is iedereen, alles bij elkaar. En op de lagere niveaus ontstaat er een ego. Ik zat op een gegeven moment echt in alles. En kon het toen weer. En kreeg dus die architecten te zien. Niet te zien, maar die vertelde over hoe ze de blueprints maken en hoe de heilige geometrie daar de basis van is. Het is eigenlijk de code van dit universum. En om even meer een beeld te geven, wat is nou heilige geometrie? Je kan het in de hele natuur terugzien. Je ziet het in slakkenhuizen, je ziet het in... En je hebt die zeeslakken met ontzettend mooie, supercomplexe huizen. Je ziet het in bloemen, je ziet het in groentes, hoe alles tot prachtige vormen komt. In het gesprek dat wij hadden, had je het ook over, is dat niet Romanesco? Ja, een bepaalde groente met die hele mooie vorm, prachtig. Dat is ook gewoon een heel mooi voorbeeld van, dat is niet alleen een heilige geometrie, dat is ook gelijk een fractal. Als je daar, een fractal is eigenlijk een stukje heilige geometrie, waar je op je eeuwig kan inzoomen. Het is het grootste en het kleinste, dus eigenlijk is alles wat er is, zou je terug kunnen vertalen naar dat alles in de fractal is. Het is het kleinste en het grootste. Het is alles en het is niets. Toen ik dat had ervaren, toen ik de volgende ochtend wakker werd, toen kon ik het opeens ook om me heen zien. En ik had het gevoel van, oké, ik moet dit gaan tekenen. Ik wist gewoon niet
Ik moet het opschrijven wat ik heb geleerd. Ik moet het ergens kwijt, zodat ik het niet vergeet. En toen begon ik het dus te tekenen wat ik heb gezien. En ook al waren dat... Daarvoor had je dat nooit gehad. Ja. Ik denk dat echt voor dat moment. Eén keer heel lang geleden is zoiets wel naar voren gekomen. En dat was echt nog jaren 2000, zeg maar. Toen was ik dus met die Azteken, met de Maya en dergelijke bezig. En we werden toen vanuit het Grafisch Lyceum, waren ze echt aan het kijken van, zoek je eigen stijl. En daar was ik toen echt naar op zoek. En op een gegeven moment kwamen daar ook een soort van graancirkelachtige patronen uit. En ik ben dat toen op mijn muur gaan schilderen. En daar heb ik een foto van gemaakt. En dat is echt leuk dat ik die heb ik nog weer teruggevonden. Tussen dat moment en vorig jaar heb ik daar nooit mee bezig geweest. Ik ben met hele andere tekeningen bezig geweest eigenlijk. En eigenlijk al lang niet meer met schilderen. Dus dat was heel, heel nieuw. En ik ben toen eerst voor mezelf allemaal dingen neer gaan zetten. En ja, als je dat vergelijkt met wat ik nu maak, is dat echt een wereld van verschil. Ja. En op een gegeven moment... Zie je het echt als een awakening, dat moment? Ja. Heb je het ook ervaren als een uittreding? Nee. Ik heb heel veel gezien, maar ik heb dat wel altijd ervaren vanuit mijn lichaam. Wat dat betreft, ik ben niet eruit geweest. Ik heb eigenlijk meer in me gezien. En daar kan ik zo ook nog wel wat meer over vertellen. Maar ik denk dat ascensie en dergelijke, dat gaat ook allemaal van binnenuit of naar binnen toe. En niet naar buiten. Het is juist veel meer gewoon in jezelf zitten. Al je lichaam, al je zielsaspecten allemaal integreren. Dan is het dus eigenlijk iets wat jij al bent, wat jij al in je hebt. Alleen wat belicht gaat worden of zo. Iedereen is al multidimensionaal. Iedereen is al compleet. We zijn het gewoon vergeten. En dit soort momenten van een ontwaking. Het zit al in de naam. Is het eigenlijk herinneren van delen. En ik zal niet zeggen dat ik volledig ontwaak ben. Want... Ik kom ook gewoon nog dagelijks met menselijkheid gewoon tegen. Dus het is, en ik weet niet of er überhaupt mensen zijn hier die... er zullen er vast wel een paar zijn die zich volledig ontwaakt, volledig geïntegreerd zijn. Maar ik denk dat er maar echt een handjevol zijn. Heel weinig. Hoe lang duurde dat moment in die nacht? Ja, voor mezelf, voor mijn beleving was het, ben ik er uren weg geweest. Ja. Ik denk dat het in totaal misschien 2-3 uur, ik denk 2 uur of zo, dat het geduurd heeft. Ik weet het niet zeker. Goeie vraag, ik heb het nooit gevraagd. Voelde je je daarna, toen jij daarna weer wakker werd, voelde je je toen ook heel anders? Of was je nog gewoon, nog steeds Marco, maar net een beetje anders? Ja, een beetje vreemd, maar wel lekker. Rivella. Ja, dat eigenlijk. Ik ben Marco Plus geworden. Ja. En ik voelde dus die drang om dingen te gaan tekenen. En dat was nieuw. Want ik was... Voor die tijd was ik eigenlijk alleen maar bezig met het vitaliteitscoaching. En om daar alles voor op te zetten. En dit gaf opeens weer van, ik ben ook heel creatief. daar kan ik wat mee. Ik ben ze eerst voor mezelf gaan maken. Mijn vriendin vroeg van, zou je eens kunnen kijken of je op mij kan afstemmen en wat er dan op komt? En daar ontstond dus een heel persoonlijk teken uit.
En dat ben ik toen voor nog een paar mensen. Ze zat in een paar groepen waar een kindje in een ziekenhuis lag. En echt een heel jong kindje wat het heel zwaar had. En ik voel het gelijk weer. Maar toen ben ik daar een sign voor de moeder en voor dat kindje gaan maken. En ik kreeg overal terug van wauw, dankjewel. Daar zat net in wat ik nodig had. En mijn vriendin die had contact met Aloja. En als je haar niet kent, dat maakt niet uit. Ze komt voor ook in het boek van Tijn Tauber, Timebender. En zij is een multidimensionele healer. En mijn vriendin vond haar zo fascinerend dat ze. Want zij is dus. Zij heeft al die zielsaspecten, al haar hele interdimensionele zelf, heeft ze geïntegreerd. Ze heeft het begin van het universum zien ontstaan. En ze schrijft echt superboeken. Het is super informatief, heel erg informatiedens. Als mensen daar iets over op willen zoeken, hoe vind je daar iets over? Hoe schrijf ik haar naam? A-L-L-O-Y-A. Oké, okay, ga verder. Oké, en mijn vriendin stuurde dan toen wat werk van mij naar haar. En toen was het van, ik ken dit. Dit heb ik gezien. Ik weet waar dit vandaan komt. En ze heeft toen een boek toegestuurd naar haar. En dat heette de Antari from Antares. En ik kreeg een berichtje. Ik zat toen bij de ortho voor mijn beugel. En ik kreeg een berichtje met... Marco! Het zijn bitspringhanen. En toen dacht ik... Oké, we hebben... dus de Antari die doen zich voor... Of die komen in een verschijningsvorm als ze in een... Als bitspringhanen. En toen dacht ik... Wow, ik ben mijn hele leven eigenlijk al bezig met de creepy crawlers, de monsters, de dingen. Daar ben ik altijd al door toe aangetrokken. In een spel wat we speelden was ik zelfs een heel wezen gemaakt van honderden, nee, duizenden insecten gemaakt. De dagen voor de awakening zat er iedere keer een springhaan, een grote springhaan, zat bij ons binnen. En opeens was het echt van, wauw, oké, dit klopt. Ja, dat klopt. En ik ben die boeken gaan lezen en het was echt gewoon weer een ontwaking, weer een kennisbron die werd aangesproken. En ik werk nu ook gewoon veel met haar samen om haar werk met mijn werk, met mijn signs te combineren. Want ze vertelde dus, dit zijn tekens waarin kracht opgeslagen zit. Het zijn de interdimensionele vormen van eigenlijk alles, omdat het de code is van het universum. En licht, liefde, heilige geometrie, het komt allemaal op die manier bij elkaar. En zelfs dus de representatie die ik dus maak in mijn werk met de Sacred Science, daar zitten nog steeds die lichtcodes in. En als je erop gaat mediteren, het als een focus gebruikt in je meditatie, kun je op die manier de informatie die opgeslagen ligt, in die codes tot je nemen. Tot je nemen. Wow, wat gaaf. Wat ontzettend bijzonder, echt. Ik heb dit ook nog nooit eerder gehoord. En daarom vind ik gewoon mijn eigen uitzending ook zo leerzaam. Want dat is niet alleen voor de kijkers. Dat heb ik je ook verteld. Ik leer echt elke keer zoveel nieuwe dingen. En er komen zulke bijzondere mensen op mijn pad. Waar jij ook een hele bijzondere in een van bent. Geen aardling. Ja, dat blijf ik zeggen. Geen aardling. Ik ben het recent ook in andere groepen gaan posten. En toen werd er ook al vaker naar Janosch gerefereerd. En die zijn we toen gaan opzoeken. En die maakte inderdaad ook een vorm van...
geometrie, ook een soort van krachttekens, waarin lichtcodes en kracht manieren zitten om je te helpen, je te ondersteunen. Want het is altijd, dat is belangrijk. Deze tekens, die gaan het niet voor jou alleen oplossen. Je moet zelf erin duiken, je moet jezelf openstellen. Het is een hulpmiddel en niet je redmiddel, zeg maar. Het is net zoiets als medicatie. Lost het probleem niet op, het lost het symptoom op. Je moet zelf nog steeds aan het werk met waar het nou vandaan komt. En dat is dus ook met deze, met de sacred science. En zo'n, die persoonlijke krachttekens die ik maak, de persoonlijke sacred science, die zijn dus echt helemaal gericht op iemand specifiek. Ik stem dan af op de energie van een bepaald iemand. En kijk dan wat er naar voren komt en ga dat weergeven. En vaak komt er ook, krijg ik heel veel meer te zien. En vooral als er specifieke vragen worden gesteld, dan stel ik me daarbij ook nog open. Wat er allemaal dus meekomt en wat de gidsen zeggen, wat de guardians zeggen, wat de spirit animals zeggen. En hierbij gebruik ik dus ook weer dingen die ik geleerd heb vanuit het shamanisme. Ja. Marco, zie jij jezelf dan, of ervaar jij dat als een soort uitverkorenheid? Want hoeveel mensen zijn er die dit kunnen, die dit zo voelen, die dit zien? Wat jij kan, hebt, hoe moet ik dat interpreteren? Hoe ik het zie, is dat iedereen heeft een specifieke taak, een zielsmissie om te volbrengen dit leven hier in deze ascensie om de wereld eigenlijk te doen groeien. Om de wereld naar een hoger vibratie te brengen. En iedereen heeft daar zijn unieke rol in. En ik heb dan dit meegekregen om te gaan doen. Maar iedere taak is minstens even belangrijk. Mijn vriendin die is constant energie van het hele collectief aan het zuiveren. En dat is echt super zwaar werk. Maar het is, dat is niet zo zichtbaar als dit werk. Maar het is minstens even zo belangrijk. Dit heb ik dan mogen doen en daar, het is een beroeping. En het is mijn zielsmissie. Totdat deze taak misschien weer volbracht is en dat ik weer wat anders meekrijg om te gaan doen. Dus ik doe dit echt met plezier. Ik sta iedere morgen om 6 uur op om dingen te gaan maken. En het is echt prachtig. Het is, wat dat betreft, voor mezelf ben ik helemaal uitverkoren om dit te mogen doen. Ja, als je dit vertelt, dan straal je nog meer dan dat je sowieso al doet. Dus ik vind het echt prachtig om te zien. Hoe moet ik dat zien, Marco? Moet jij iemand persoonlijk face-to-face zien om dat voor iemand te kunnen maken? Om dat te kunnen voelen? Om dat allemaal door te krijgen? Of hoe gaat dat in zijn werk? Want doe je dat op bestelling? Als een luisteraars nu, kijkers, nu zoiets hebben van, wauw, dat lijkt me helemaal gaaf. Dat zou ik heel graag willen. Want ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Het is voor mij dus ook volledig nieuw. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik ben ook nog, iedere keer bij ieder sign die ik maak, leer ik ook. Als er ook vragen terugkomen, dan hoor ik de antwoorden of voel ik de antwoorden. En op die manier leer ik ook nog gewoon iedere dag meer over deze tekens en over wat het allemaal kan. En wat ik doe is, het kan allemaal op afstand, het kan ook persoonlijk, maar omdat ik heb een internationaal publiek en die gaan niet allemaal hier naartoe reizen. En dat vraag ik ook niet. Ik heb gewoon een vragenlijstje die mensen kunnen invullen. Maar in
Dat geeft eigenlijk alleen maar meer sturing van waar mensen echt naar op zoek zijn. Dat stuurt meer mijn blik eigenlijk, wat ik kan zien. Maar in theorie, als iemand gewoon, ik vraag altijd toestemming om met iemands energie contact te mogen maken. In theorie is dat allemaal niet eens nodig. Ik hoef het toestemming vragen, dat kan ik aan iemands hogere zelf doen. Dan gaat mijn hogere zelf, vraagt eigenlijk toestemming aan iemands andere hogere zelf. En ik stel die vragen, maar in principe kan ik gewoon op iemand afstemmen. En dan krijg ik vanzelf te zien wat die persoon eigenlijk nodig heeft. Maar vaak vinden mensen het wel fijn om een bepaalde richting te hebben. Vooral als als optie kan ik ook een hele reading erbij schrijven. Dan omschrijf ik eigenlijk wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gezien. Dat verschilt ook enorm per persoon. Soms zie ik gewoon alleen de krachtdieren die bij die persoon zitten en dat die mij ergens naartoe brengen. En soms ben ik met het innerlijk kind van iemand bezig. Het kan van alles opkomen. Dat zijn dan de persoonlijke tekens die ik maak. Maar ik ben ook bijna iedere dag ben ik bezig met of ik stem me af op het universum, op de energie die in het menselijk collectief zit. En voel dan wat daar speelt en geef dat weer in een teken. Die kan je ook allemaal vinden op mijn pagina. Want die deel ik gewoon, want ik vind het belangrijk dat we met dit is mijn taak die ik heb gekregen. Dus ik wil dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen, zodat ze meer kunnen bijdragen aan het ascenderen van de hele mensheid. Ja. En dat doe ik dus met die universele tekens. Maar laatste periode ben ik ook bezig geweest om echt op een gericht thema. Ik merkte dat mensen vroegen van, zou je iets tegen hoofdpijn kunnen doen of tegen stress? Ik ben echt op die gerichte thema's tekens gaan maken. En dat is vooral eigenlijk de laatste weken geweest. En we hadden het in het begin al even over het boek dat ik heb geschreven. Dit is dan in de fysieke exemplaar heb ik hem alleen in het Engels. Maar ik heb vanaf mijn website kan je de e-book varianten hiervan in het Nederlands en in het Engels gewoon gratis downloaden. Want ik had ze eerst wel in de verkoop gezet, maar weet je, ik vind het veel belangrijker dat we ascenderen. Je wil sowieso heel graag delen. Ja, maar ik zie het ook als een paid forward. Dus ik zend deze energie gewoon allemaal in het collectief. En het universum zorgt wel dat het gewoon goed gaat. Dat we het overleven, om het even plat te zeggen. Want het is... Wat Sonja zegt vind ik heel mooi. De nieuwe wereld waar iedereen gewoon bijdraagt aan het welzijn van een ander. Ja. Ja, helemaal mee eens. Een vraag die al twee keer gesteld is, dat wat jij ziet, is dat telepathisch? Dan zit ik even te denken van, wat is telepathie precies? Wat ik doe, dat verheldert het misschien wel, is ik ga mediteren. Ik ga maar heel goed aarden. Ik focus mij op mijzelf. Mijn eigen source connectie. En op die manier krijg ik beelden te zien. En ik kan een hele reis maken in mijn hoofd eigenlijk al naar de persoon of naar wat ik op dat moment eigenlijk moet zien voor het universum of het collectief. Ik weet niet of dat telepathie is, geloof ik ook iemand kunnen lezen. En dat,
dat ik kijk eigenlijk vooral en observeer met alles, alle nieuwe senses die ik eigenlijk heb gekregen. Maar is dat, moet ik dat ook zo zien dat... laat ik de vraag anders stellen. Als jij bijvoorbeeld in een winkelcentrum loopt en allemaal mensen om je heen, krijg je dan ook van die mensen allemaal iets door of moet je je daar echt op afstemmen? Ik probeer zoveel mogelijk grote groepen mensen te vermijden, inderdaad. Dus ik moet wel eens boodschappen doen, maar het liefst zit ik gewoon hier met mijn gezin, met gewoon dezelfde frequentie mensen om me heen. Het is niet dat ik andere mensen haat of zo, maar het is, je merkt dat er heel veel aanspraak gedaan wordt op mijn energie als ik gewoon rondloop. Want het is een andere frequentie en dat botst niet zozeer, maar het wordt een beetje, het voelt alsof er gesnoept wordt. En ja, als ik moet mezelf wel, als ik mij openstel, het is echt iets waar ik aanzet. Als ik me openstel ervoor, zie ik dat echt gewoon overal om mij heen. Dan kan ik overal om me heen de tekens zien, de geometrie, de fractals, alles kan ik op die manier zien bewegen. Maar dat is heel intensief, dus over het algemeen vind ik het fijner. En dan heb ik ook gewoon de rust ervoor om in meditatie te gaan. Als mensen zoiets hebben van, goh, ik zou het heel fijn vinden als Marco zoiets voor mij zou gaan maken en zich op mij afstemt, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe moeten ze dat dan doen? Hoe krijgen ze dan contact met jou? Ik heb gewoon een website ervoor. Dat is www.sacredscience.earth. Dus op zijn Engels E-A-R-T-H. Wacht even. www. En dan? .sacredscience. En dan earth. www.sacredscience.earth? Ja. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik het... Gaan het zien. ...heb geschreven. Oh mijn god. Nou, het duurt altijd heel lang voordat het in beeld komt. Het is diep. Ja, daar is hij. Nee, het is... Het is echt helemaal op zijn Engels. Dus S-A-C-R-E-D-S-I-G-N-S. Ik ga hem nog een keer doen. Spel hem nog een keer. www.sacre. Ja. DSI. Ja. GNS. Ja. En dan punt Earth. Die had je. Dat was goed zo. Okay. Nou, dan tekens. Ik nu goed heb. Duurt weer even. Duurt altijd veel langer. Ja, en dan komt er. Ja, daar staat hij. Ja, dat is hem. Oké, dus daar kunnen mensen contact met jou opnemen. Hoe? Ja, de website spreekt hopelijk helemaal vanzelf. Dus daar staat gewoon bovenin het menu Personal Sign. En krijg je alle informatie te lezen en hoe het in zijn werk gaat. En als je de bestelling hebt gedaan, dan krijg je een mailtje met de vragen toegestuurd. En zodra die vragen binnen zijn, dan begint eigenlijk bij mij al het hele proces met afstemmen. En in een periode van 2 weken heb ik een sign voor je gemaakt. En hoe ziet dat er dan uit? Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is dat? En hoe doe je dat? Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Want ik doe het in principe allemaal digitaal. Ik werk ik werk internationaal en je krijgt dan je sign opgestuurd. Zoals ze bijvoorbeeld ook op Facebook allemaal staan. Het zijn allemaal vierkante plaatjes. Ik zal bijvoorbeeld, dit is dan bijvoorbeeld een sign voor het solar plexus chakra. Je krijgt gewoon zo'n vierkant plaatje toegestuurd. En dan een handleiding erbij met hoe je de oefening kan doen. En het is natuurlijk vooral bij jezelf goed voelen. Maar het is eigenlijk komt het
overeen met het shamanisme, de illumination sessie. Je focust, je gaat diep ademhalen. Gaat niets wegduwen, geen enkele emotie die opkomt of gedachtes of herinneringen. Alles ga je omarmen wat je wat er tot je komt. En op die manier, door alles in liefde te omarmen, kan je dingen loslaten of juist genoeg openstellen om weer dingen te mogen ontvangen. En dat is dus informatie herinneringen, een stukje ontwakingsmomenten. Het kan van alles zijn. Dat verschilt allemaal. En even kijken, dan krijg je dus... Het is allemaal digitaal, maar ik stuur sowieso gewoon alle bestanden mee, zodat je het ook eventueel nog kan afdrukken voor dat je het gewoon aan de muur kan hangen. Precies, want dat wilde ik gelijk vragen, van is die optie er? Maar die is er dus. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om te weten. Want het lijkt me gewoon heel mooi om zo'n creatie van jou aan de muur te hebben hangen. Ja. Maar we zijn alweer aan het eind van de uitzending gekomen. Ik zie het. Is er nog iets, tot slot, wat jij nog graag zou willen zeggen, wat je nog graag mee zou willen geven? Het laatste denk ik waar ik mee kan geven, en dat is denk ik het belangrijkste inzicht dat we hebben mogen ervaren met het hele werken aan jezelf. Het proberen je eigen frequentie te verhogen, op goede tijdlijnen richten en zo. Het belangrijkste daarin is, alles is waar en niets is waar. Om gewoon dat besef, om niet meer in de oordelen te schieten van ja, maar iets is waar of niet waar. Of je zal zelf merken, hoe hoger je bewustzijn wordt, dat dingen die eerst waar waren, niet meer waar zijn. En dat de dingen die niet waar, of die gewoon onbegrijpelijk waren, dat die opeens waar zijn geworden. Dus eigenlijk alles is op een bepaald niveau waar. Dus, en dat loslaten, die detachment eigenlijk van van dat soort constructen als waarheid, dat helpt jou gewoon in een stroomversnelling komen van bewustwording eigenlijk. Ja. Heel mooi, dankjewel. Nou, kijk Marco, kom je nog een keer terug voor de 12 chakra's en dan die extra 5 dus, want die zijn niet zo bekend, want je weet ons zo te boeien. Dankjewel Anna, want dat is de vraag die ik Marco ook gelijk al wilde stellen. Nou, na de uitzending dan ga ik even met Marco de agenda pakken, want nou, wow, echt. Even kijken hoor. Ja, wat ik wil best wel een keer wat vertellen over de 14 chakras die... Ja, 14. Ik dacht altijd 7. En vandaag kwam ik erachter dat het echt vandaag pas, dat het er 12 zijn. En toen dacht ik van, nou, ik heb heel wat ontdekt. Dus dat zei ik tegen Marco. En toen zei hij, het zijn de 14. En toen had ik zoiets van, wow. Dit is dus ook weer zoiets van, weet je, dit is ook niet, dit is mijn waarheid die ik op dit moment ervaarde. En die waarheid hoeft niet de waarheid of jouw waarheid te zijn. Daar hoeven we echt geen discussie over te voeren. Want ik zeg niet dat je ongelijk hebt of zo. Dus dit heb ik mogen ervaren en daar deel ik graag over. En ik zou zeggen, download het boek. Het is gewoon gratis voor donaties, op donaties gebaseerd. En neem het tot je. Laat het je verrijken. Ik ben nog even op zoek. Waar is die nou? Ja, hier is die. Breng hem nog even in beeld, waar ze jou kunnen vinden. En herhaal zelf nog even waar ze jou op Facebook kunnen vinden. Dat is, je kan me op Facebook vinden op Eigenzinnig. Ja. Op Pony code al, apenstaartje Eigenzinnig, geloof ik ook. En dan even voor de duidelijkheid, niet eigenzinnig, maar eigenzinnig. Yes. Ja. Ik wil jou heel, heel, heel hartelijk bedanken. Ik vind het echt zo prachtig dat je hier vanavond bij mij op de opstap bent geweest. En ik heb je nog 1001 dingen te vragen. Maar daar gaan we het na de uitzending nog even over hebben, hoe we
daar mogelijk iets mee kunnen gaan doen. Ja, leuk. Ik wil ook alle kijkers heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie comments, voor jullie vragen aan Marco. En ik vind het elke keer weer net zo verrassend als dat het voor de kijkers is, maar ook dat het voor mijn gasten is, want we weten nooit hoe het gesprek loopt. Dus dat, ja, ik vind het altijd heel mooi om mee te maken en daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Ja, en jij bedankt voor de opstap. Heel graag gedaan en tot slot, ik vind ook dat je het heel top hebt gedaan. Dus beste mensen, deel de uitzending, help mij daarmee. En ik zie jullie allemaal de volgende keer weer terug bij de opstap. Dus voor nu allemaal een heel fijn weekend en ik zou zeggen tot maandag allemaal. Doeg, doeg. Doeg.